tijdens deze gekke paasperiode hebben wij nog een extra experiment voor jullie. Waarvoor dat je in je kot kunt blijven, want je hebt er wel een beetje tijd voor nodig. Maar heel weinig ingrediënten. Wat heb je nodig? Gewoon een rauw ei, azijn. En dan iets om dat ei in de azijn in te leggen. We gaan dat rauw ei in azijn leggen. We gaan dat een dag of drie laten trekken. En we gaan dan zien wat er met dat ei gebeurd is. Potentieel iets supercool. Let's go! Het is zover, we zijn dag 3. Het is wel echt heel licht geworden van kleur. We gaan dat eitje uit het azijn halen. We gaan dat even onder de kraan houden. En dan gaan we zien of de schaal volledig gelost is. En of we het resultaat hebben gekregen dat we wouden. We gaan het zien. Dat ziet er echt ongelooflijk mooi gelukt uit eigenlijk. Het is echt nog heel erg stevig. En het voelt ja inderdaad zo'n beetje... Zoals een snoepje, zo'n gummibeertje of zo. En je kunt heel mooi ook de dooier daarin zien. Je ziet dat er eigenlijk door, het is een beetje doorschijnend geworden. Door dat ei in azijn heeft gelegen, dan is die schaal een beetje door afgebrokkeld. Eigenlijk helemaal, dat is kalk, dat gaat helemaal door de azijn weggaan. Ja, omdat... Oh. Voorzichtig mee zijn, want het is een beetje glibberig. Voelt echt cool, man. Voilà, we zien dus inderdaad dat dat eitje nog heel goed meegeeft, maar dat het tegelijkertijd ook best stevig is, dat vlies dat daar rond is. Nu gaan we ook ineens eens controleren hoe stevig dat vlies is. We zouden dit ei dus ook als botsbal kunnen gebruiken. Dus ja, we gaan eens zien van op welke hoogte dat ei blijft leven en van op welke hoogte niet meer. Voilà, de proef op de som. Eitje op een bord voor de veiligheid. Dus we gaan kijken hè, of dat kan bouncen. Dat is cool, man, eigenlijk. Voilà, dat was het allerhoogste dat we konden. Eitje heeft het niet overleefd. Nu kunnen we wel echt super mooi zien. En dat is echt super stevig, dus dat is echt wel, ja, ik vind dat wel echt graaf. En hier zie je, hoe mooi is dat gevallen? Je kunt natuurlijk altijd zelf proberen om ook zo'n bouncing egg te maken. Als je dat test, laat het filmen, zwier het online, tag ons. Ik ben heel benieuwd, tot heel snel.